Jongere mensen, voordat de video begint wil ik nog even zeggen dat ik een Minty Pickaxe giveaway doe. Dus wil jij deze giveaway winnen? Het enige wat je moet doen is op mij geabonneerd zijn, Zeppel Service op Instagram volgen en natuurlijk deze video een duimpje omhoog hebben gedaan. En als je alle stappen hebt volbracht, laat het dan even weten in de reacties en zet dan jouw Epic Games naam erbij, zodat ik jou kan toevoegen en kan regelen dat jij de Minty Pickaxe op jouw account kan krijgen. Daarnaast staan de stappen ook gewoon lekker in de beschrijving, dus check ze uit en dan gaan we nu door naar de video. 100 weer. Oh my god! Ik was daar binnen dood! Jongere mensen, super dood, jullie kijken deze gloednieuwe voorrend video op mijn kanaal Games Real, jongens. En vandaag heb ik een super speciale video voor jullie. Ik ga namelijk met de rareste skin van Fortnite een solo potje doen, jongens. Holy fuck shit, met de Recon Expert heb ik het dus over. Ik wil natuurlijk Zeppel bedanken van Zeppel Service natuurlijk. Zijn link van zijn Instagram staat natuurlijk ook in de beschrijving. Hij doet natuurlijk ook de Minty Pickaxe giveaway. Dus super chill dat ik zijn account mocht lenen, want ik heb deze skin nooit gezien überhaupt in Fortnite. Natuurlijk wel van video's, maar nooit zelf in een game. En ik kan er nu gewoon mee spelen. Holy fuck shit. Dus jongens, hopelijk heb je er zin in deze video. Vergeet niet zeker te abonneren, want het is 40% van jullie zijn nog steeds niet geabonneerd. Maar kijk wel mijn video's, het zou super dope zijn. Het is gratis. En natuurlijk mis je niet mijn dagelijkse video's. Dus het zou super dope zijn als je op dat knopje drukt. En daarnaast ook deze video een duimpje omhoog geven, want deze video is insane ziek, jongen. Holy shit. We gaan in de game duiken, dus hopelijk heb je er zin in. Let's fucking go. Zo, mensen zijn natuurlijk in het potje aangekomen en we gaan lekker naar Retail Road toe. Want lees hier links, daar gaat de bus direct overheen. Dus hier gaan er waarschijnlijk heel veel mensen heen. En ik ga dan altijd het liefste toch even het startje ernaast of zo pakken. Want dan heb je toch drukte, maar niet te druk, laten we het zomaar zeggen. Ik hoop dat jullie het een beetje snappen. In ieder geval, ik hoor al wat mensen achter mij. Dus we gaan lekker bij dit gele huisje landen. En hier rechts zit gelijk een kist, als het goed is. Dus I want the big loot, man. Kom op, geef me shotgun. Oké, en we krijgen een blauwe pistool. Oké, heel erg chill dit. Moeten wij even meedoen. Ik hoor hier trouwens ook alweer een gloednieuwe kist. Dus dat is super chill. Give me something good. Burst. Oké, we hebben niet de denderendste beste wapens die we kunnen krijgen. Maar dat maakt niks uit. We got this. We gaan het gewoon met deze guns gewoon doen, jongens. Easy going. Okay, ik hoorde een guy volgens mij links van mij bouwen. Dus dat is wel een sniper. Oké, die neem ik sowieso mee. Droppen we de bandits. We moeten het maar gewoon mee doen, jongens. Fuck it. Als ik die kerel gewoon kan pakken met die pistool of zo. Of een sniper. Dan kom ik al heel ver. Hallo? Iemand thuis? Bro, die kan toch niet zijn dat er iemand gewoon helemaal weg is gegaan? What the fuck? Huh? Oh, daar. Let's go. Got him. Ah, chill. Dat was best wel een easy kill, laten we zeggen. Oké, weet je wat we gaan doen, jongens? Ik ga niet meer langer in Realtop blijven. Ik heb het gevoel dat echt niemand hier is geland. Wat ik wel echt raar vind, want dat had ik wel verwacht, trouwens. Kijk, deze guy had gewoon een shotgun, wat ik inderdaad hoopte. Pistol weg, medkit mee, let's go. We gaan dus lekker naar Lazy toe, want daar is denk ik iedereen geland. En dan gaan we daarna gewoon lekker naar de Caesar toe. Dat komt allemaal goed. Want ja, ik kan wel urenlang in Retail blijven, maar als daar niemand te vinden is, ja, dan wordt het ook niet heel erg een succes zijn. Trouwens, je ziet echt iedereen mij spectaten. Iedereen vindt deze skin super insane natuurlijk. Of course, ik ook natuurlijk. Het is alleen dat ik deze skin nooit ben tegengekomen in heel mijn Fortnite career. Ik weet niet, man. Niemand of heeft hem aanstaan die hem heeft, of je ziet hem gewoon amper. Ik snap het ook wel, hoor. Want ik heb de Renegade Raider bijvoorbeeld regelmatig aan, maar ook niet altijd of zo. Want ja, het wordt op een gegeven moment gewoon saai voor jou. Natuurlijk, voor de mensen die hem niet hebben, is die natuurlijk wel OG en origineel en helemaal de shit, zeg maar. Maar als je hem zelf al sinds het begin hebt, ja, dan snap ik dat je hem niet altijd wil dragen. Laten we het daar maar op houden. Oké, ik zag een guy hier lopen. Dus ik ga gewoon een beetje achter die gast aan. Want I want some loot. Oké, die kerel gaat helemaal het dak op. Ik denk dat ik hem gewoon ga pushen. Is het slim? Ja, I don't know. Let's go. Oh my god, dat was een full. Ik heb geen damage. Ik heb geen damage gekregen. Oh shit. Oh shit, dat is niet mijn cone. Let's go, got him. Oh my god. Oh shit, er komt nog iemand aan. Oeh. Ik ben fucking low. Kan ik een medkit gooien? Hij is minis aan het gooien. Oké, ik moet een volle hit geven zometeen. Kom op, laat me healen. Bijna medkit, bijna, ja. Er komt nog iemand aan. Oh my god, wat gebeurt hier? Oh my god, ik kan niet plaatsen. Het is zo druk, jongens. Holy shit. Geef me deze die. Ik werd ook weer vanaf weet ik veel waar gesniped. Oh my god, er zit nog meer. Ik moet hier weg. Oké, Mets, dank je.
Er zit een guy hier boven me. Oh my god. Jongens, als ik full shield was, ik had iedereen gepusht. 100%. Fuck it, ik ga gewoon weer weglopen. Let's go. Oh my god. Ik hoor nog steeds hier een guy, hè. Let's go. Hij heeft geen shield meer. Let's go. Got him, jongen. Oh my god. Oké. Visjes mee, alles weg. Of die nemen we in. Let's go, rennen. Laten we heel even checken of er geen shit beneden ligt. Je weet maar nooit. Straks duik je precies je dood in. Oké, ik zie nou een grote pot, man. Let's go. Alright. Oké, weet je wat we doen? We nemen die medkit in. En daarna die grote pot. Oh my god, het is nog een medkit. Oké. Ik bouw me wel voor de zekerheid in. Je weet maar nooit. Die daar, die nemen we mee. We nemen die grote pot mee. En in. Nee, die nemen we eerst in. Ja, en daarna nemen we die bandit. Ja, oké, prima. Right, we hebben gewoon fucking 2 medkits gewoon. Jongens, deze fucking game is echt lucky, man. Holy shit, ouwe. Kijk, qua meds, of qua heals zitten we echt wel weer heel erg chill. Dus dat is geen probleem. Nu alleen, what the fuck is mijn camera? Wacht even, dit klopt niet hoor. Holy shit, mijn camera was fucking bug. Oké, nu is die beter. Oké, dat was heel awkward. Oh shit, ik heb geen SMG. Oh my god, is het slim? Oh my god. Hij is gevallen. Hij is gesnijd. Ik neem een medkit in. Ik heb bandages. Oké, ik hoop dat ik het red, man. Die gast is vol gesnijfd van ergens. Oké, hier. Dus ik neem wel even zijn shit mee. Hij heeft geen heals. Oké, kut. Hij heeft geen heals. Oké, ik ga die boot meenemen. Oké, let's go. Ik ga hem hier. Bro, what the fuck ben je aan het doen, gast? Let's go, man. Optieven. Oké, let's go. Snel met de boot weg. Let's get out of here, bros. Woehoe! Op de fucking boot, boy! Oh my god, die guy is echt geneukt daar trouwens. Waarom deed hij zo dom, man? Hij kon easy weggaan, maar hij deed het gewoon niet, ouwe. Mijn boot is trouwens best wel low. Oké, dat is wel een ding. En gaan, kom op. En gooi. En switch, bandage. Oké, nice, kom op. Kom op, nog een bandage. En dan spring ik eruit. Oké, let's go. Oh my god, er zijn echt lijpe fights gaande boven mij. Oké, hè, we hebben het overleefd. Woe! Dit bedoelde ik, het was nog best wel een close ding met de safe zone. Oh my god, hij is gelezen, vriend. Oh shit, ouwe. We moeten wel gaan voor de safe zone, man. Wat gaat hij doen? Blijf alsjeblieft rennen, vriend. Jij bent low en ik moet gaan. Dat was niet slim. Nu weet hij ook dat ik hier ben. Fuck it, hun gaan fighten. Jongens, soms moet je gewoon de kill skippen, man. Zoals nu. Ik kon easy de kill pakken, I know. Maar ik heb gewoon insane, ja, weinig match. En ik moet gewoon die win halen. De win is even belangrijker voor mij dan de kills. Want ik heb er al 6 namelijk, dus vandaar. Alright, ik heb hier trouwens nog nooit de endgame gehad. Dit is echt voor het eerst, man. Holy shit. Maar dat is ook wel weer vet. Een keer wat nieuws. Oké, ga ik door de mooie... Ja, ik denk het wel, man. Fuck it. Ik durf nooit huisjes in te lopen, endgame, man. Straks zit er gewoon een trap of zo. Je weet maar nooit. Oh shit, oh shit. Oh my god, iedereen gaat daar boven. Oh shit, de safe zone. Dat ding gaat snel, man. Je kan gewoon niet stilstaan. Come on! Nice, oké, nice. Okay, ze zitten allemaal op die fucking berg daar, man. Holy shit, die kerel zit hoog. Hier zit ook iemand, 100%.
Er ligt wel gewoon een paarse tech houden. Oké, nice, dank je. Bro's, ik zweer je, dit is echt de insaneste rare season die ik ooit heb gehad. Ik zie er wel een airdrop, man. Het is gewoon dat ik weinig mats heb, man. Fuck, ouwe. Ik vraag me echt af waar de rest is, want daar zitten twee gasten boven. Dat is één. En oh, hij zit op beneden te schieten ergens. Ergens hier zit ook iemand. Hij schoot naar beneden. Oh my god, zit nou... Oh ja, hier. What the fuck? Gewoon geen enkele hit. Wauw, de bloem zit echt mee, ouwe. En zo, hoppakee, nice. Let's go. Oh, heerlijke one pump. Holy shit, GG. Gouden sniper, die SMG hoef ik niet. Auw, ja, oké, laat maar zitten. Oké, GG, die was echt heerlijk, man. Oh! Holy shit, die gasten zitten hoog, man. Fuck, ik moet gaan. Kut, ik was het helemaal vergeten. Oh shit, ouwe. Oh my god. Weet je wat ik ga doen? Flikker op. Ik pak gewoon die boot, jongens. Oké, ik pak niet die boot, jongens. Oh my god. Ik ga de boot pakken. Ik weet echt niet of het slim is. Fuck it. Let's go. Oh, dit was heel dom. Strike. Ik ga niet de boot pakken. What the fuck? Die raket bounced heel dom. Ik kan niet zwemmen. Oké, nu wel. Nice. Er staat een random muur. Waarom vertrouwt dat echt voor geen zak? Oh my god. Die season is zo raar, man. Het zit zo hoog. What the fuck is dit voor potje, man? Even serieus. Grote pot. Nice. Oké, nice. En een gouden sniper. Heb ik niks aan, want ik heb hem al. Het was wel nice geweest als ik hem niet had, trouwens. Maar oké. Okay. Kom op. Steeds van beneden. Alsjeblieft, beneden. Kom op, kom op, kom op. Niet op die berg, man. Dat is echt helemaal kut, gewoon. Want ik heb niet daarvoor de match, gewoon. Dat gaat hem echt niet worden. Nice, let's go. Oh, what the fuck, ouwe. Daar zitten... Ze zitten allebei boven. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ik kan hier nog wel even blijven. Ik ben alleen wel heel erg... Ja, bang voor die andere gast. Want er is nog... Er zijn er twee. Daar is sowieso één. Maar waar is de andere guy dan? Dat is echt waar ik me afvraag, zeg maar. Ah, hij spiekt echt op mij, man. Ik ga de berg op. Fuck it. Let's go. Oké, we zitten hier in ieder geval. Kijk mijn match, dit bedoel ik, jongens. Ik moest die berg opklimmen. Waarom laat de fuck die andere guy zich niet van zich horen of zo? Kut, man. Daar ligt allemaal loot wat ik nodig zou moeten hebben, denk ik, man. Shit, ouwe. Oké, ik denk dat er niemand in mijn nek meer komt. Dus dat is één voordeel. Ik weet sowieso dat daar boven die voetbalskind daar zit. Alleen, ik wil echt heel graag weten waar die andere gast zit. Want dan weet ik een beetje waar ik me af moet schermen, waar ik wel gewoon kan zitten. Maak even snel een one by one. Hier zo, op de gelijke hoogte. Wat een oekel. Wat een sukkel! Oké, gaan. Oh my god, wat een dommerd. Oh my god, hij had totaal niet verwacht dat ik omhoog ging bouwen. Oh my god, zit dan die guy hier onder mij of zo? Oh my god! Holy fucking shit. Oké, dit is een zweet, jongens. Oh, ik moet naar beneden. Fuck it. Where you fucking bruh? Oh my god, oké, ik heb heel weinig mats. Hij gaat helemaal naar beneden, what the fuck? Mop! Ah, shit, man. Holy fuck, dat is hoog. Tik. Boompjes mee. Waarom de fuck is die gast helemaal naar beneden gegaan? Dit is echt een potje, jongen, what the fuck, ouwe. Sniper, ammo, alles. Nee, nice. Ik kan hier gelukkig even wat bomen hakken. Dat is heel chill.
Want ik heb hier een beetje een soort van vrije gang. Oké, please ontploft dat ding niet. Oké, nice. Oké, nice. Let's go. Het gas zit daar. Oké, ze gaan de hele tijd naar hem toe. Dat is heel erg kloten. Het kut is gewoon dat ik niet veel mats heb. Dat is echt een ding. Kom op. Oh shit, oh shit. Wat zit erin? Tuurlijk. Oh my god, ik dacht het. Hoe was dat in raak? Oké, ik moet echt die RPG gebruiken, man. Dat is echt de perfecte wapen nu. Let's go, 100 damage. Heel kut voor jouw vriend. Hoe precies dat. Oh my god, wat dom. Hoe dan? Reload dit ding. Minis. Oh my god, hoe de fuck deed ik dat, man? Die RPG heeft een te veel, te grote range. Kom op, ik moet hem één keer hitten met die RPG weer. Wat een kutzooi. Honderd weer. Oh my god! Ik was te bijna dood! Let's go, man. Oh my god, RPG is zo pussy gespeeld, maar ik had geen match meer. En oh my god, wat een fucking spannende game was dit, man. Holy fucking shit, ouwe. De Recon Expert, de eerste win met deze skin. Holy fucking shit, gek. Nou jongens, dit was natuurlijk de super insane potje, man. Holy fucking shit, deze game was ziek spannend natuurlijk. Maar we hebben het gewoon geklaard natuurlijk met de Recon Expert. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Als je deze video leuk vond, vergeet niet zeker op die duimpjes omhoog te gaan. Dat zou super dope zijn. En ben je nog niet geabonneerd, want er is 40% op mijn kanaal die nog niet geabonneerd is, maar wel mijn video's kijkt. Het zou super dope zijn natuurlijk als je een van die procentjes wordt die wel is geabonneerd. Want zo mis je natuurlijk niet mijn dagelijkse uploads. Dus vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik tot morgen om 6:30 bij een gloednieuwe video. Later mensen.